Vandaag werd op de campus van de HAN in Nijmegen de 100% zorg- en welzijnscampagne afgetrapt. Jongeren van verschillende scholen in Nijmegen kwamen langs om een VR-experience te ondergaan. Ook wethouder Visser was aanwezig om de jongeren te enthousiasmeren over de zorgsector en om zelf een kijkje te nemen bij de experience. Heel erg belangrijk om zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen om in zorg- en welzijnssector te gaan werken. We krijgen een enorme hoos aan mensen op ons af, ouderen, zoals ik, over 20 jaar, die zorg nodig hebben. En in 2040 zijn er 2 keer zoveel mensen bijvoorbeeld die 70 plus zijn. Dus dat is echt heel veel. En daar hebben we allemaal mensen voor nodig die in de zorgsector gaan werken. Er zijn natuurlijk schrijnende tekorten op de arbeidsmarkt. En we hebben in de komende jaren echt honderdduizenden mensen tekort. We moeten de zorg anders gaan inrichten. Maar het is ook vooral belangrijk dat we echt mensen laten zien hoe mooi het is om te werken. En hoe breed het ook is, wat je kan doen. Veel mensen denken alleen maar dat zorg of ziekenhuiszorg of ouderzorg is, maar het is zoveel breder, jeugdzorg, noem maar op. Dus daarom is het heel belangrijk om echt jongeren bewuster van te maken dat er deze mogelijkheden zijn. Er is een enorme toename aan mensen die zorg nodig hebben in de nabije toekomst en veel te weinig professionals die dat gaan doen. Dus we moeten met elkaar ook echt de omslag gaan maken dat we voor elkaar gaan zorgen. Dus de professionele zorg wordt voor de mensen die het echt nodig hebben. En wij Nijmegenaren, wij gaan allemaal voor onszelf zorgen. Dat is de wens van deze wethouder. Volgens wethouder Grete Visser en Stichting Zorg, Welzijn, Bouw en Techniek is het dus belangrijk om jongeren in de zorgsector te krijgen. Deze stichting verzorgde vandaag bij de HAN in Nijmegen verschillende activiteiten. Ja, nou, ze krijgen, eigenlijk werkt het in 3 blokken. De leerlingen komen langs, dat duurt 3 kwartier. Ze krijgen eerst 15 minuten uitleg van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, waar we vandaag te gast zijn, over wat voor opleidingsmogelijkheden er allemaal zijn binnen zorg en welzijn. Dan gaan ze binnen in onze prachtige truc, waar ze een VR-beleving krijgen, waar ze even bewust van worden van, nou, wat is er allemaal te doen in zorg en welzijn. Een van deze activiteiten is een VR-experience. Wethouder Visser ondergaat samen met de jongeren deze experience. Het is heel veelzijdig. Je ziet eerst de meldkamer, daar kun je werken als je in de zorg- en welzijnssector werkt. En dan zit je in de ambulance en dan denk je, oh ja, dat is natuurlijk heel spannend. En dan een soort operatiekamer, er lagen enorme ledematen overal. Dus dat maakt het misschien ook wel interessant. En daarna in de revalidatie. Dus ik vind het echt een heel mooi veelzijdig beeld van hoe veelzijdig de zorg ook is. En een meisje zei van ja, ik wil ook echt in de zorg gaan werken. Maar zij wilde dan op de kinder-IC gaan werken. Dat zit hier dan niet bij, maar ik denk wel dat het stimuleert dat er zoveel aandacht voor is. En dat mensen dan denken, oh ja, het is wel een vak wat de moeite waard is. Waar zelfs zo'n mooie truc is en zo'n mooie campagne voor is.